Mensen mensen van Metal Games en welkom bij een nieuwe aflevering van The Sims 4. De vorige keer heeft zij op het einde nog een beetje met mij lopen, he, eh, zeg maar iets proberen te regelen. Maar dat gaat dan niet lukken, hè? want ik ben, hier op, of ik ben hier met Mark en Jan. Of Maarten en Jan en niet met haar. En ik heb sowieso al een meisje, dus zij, dacht, zij was flirterig en ze begonnen ineens met mij te praten. En I get it. Ik bedoel, Mark is gewoon één geile boy. Iedereen wil Mark gewoon graag hebben. Maar nee, Olivia. He's taken. And get your hands off her man. Oké, okay, ik moet zo meteen wel gaan werken. Uh, ik ben op deel nog spils, maar ik weet, dat duurt nog twee uur. Dat is goed. Nou zeker er een tijd bij staan, twee uur. Dat betekent dat ik de spils naar mijn werk toe zal gaan. En dat was mijn bedoeling. Ik ga ook vanuit hier, ga ik. Uh, hij gaat. Oké. Okay. Hey Jan. Jij moet zeker zo meteen gaan werken. Uh, dus uh, jij hebt ook een beetje de aandacht gekregen die jij wou hebben. Laat ik me ook even interesseren bij jou. Eventjes wat vrienden hier een beetje, maar een beetje wat mensen leren kennen, gezellig. Ik dacht dat jij afscheid ging nemen. Ik dacht te zien dat jij afscheid ging nemen. Don't care, don't care, maakt niet uit, het is gewoon gezellig en over een half uurtje ben ik toch weg, dus wie er dan nog is of niet, dat maakt dan ook niet zoveel van me uit. Maar in ieder geval, dit gaat gewoon gezellig. Dit gaat gewoon goed. Uh, ik, ik zal nog ondertussen eventjes snel een sms'je sturen naar uh, Zoe. Om Zoe niet helemaal te verwaarlozen. Dat ik toch nog een beetje contact blijf houden met Zoe. Ik weet niet wat er zo grappig was, Jan. Ik weet niet wat er zo grappig was. Jullie vertrekken, geloof ik, allebei. In ieder geval, hij wel, geloof ik. Geen idee. Dus ja, ze gaan wel allebei naar beneden. Ja, jij blijft nog met me praten. En dan uh, hartstikke gezellig. Vragen hoe de dag was. Uh, naar carrière wil ik ook zien. Die zag ik ertussen staan. Naar carrièrevragen. Laat ik even erachter komen wie dit beroertje is. Lotte van Bommel heet ze. En ze is een omaatje. Maar ik denk dat ze een beetje seniel begint te worden. Want ze draagt een beroertje. Even versierdruk. Nee, dat gaan we niet doen. Uh, -Lot, het is Mark ter oren gekomen dat Lotte bij een gerecht maken werkt. Als culinair. Wacht, het, het, het bedrijf waar zij werkt heet een gerecht maken. Beste naam ooit gebedacht voor een restaurant. Far, ik, ik, als het nog niet bestaat, I take it. Ik, ik it's, uh, I claim it. Het is nu van mij. En uh, ik ga zorgen dat het in real life komt. Zo'n uh, zo restaurant. Moet ik wel eerst het geld hebben om een restaurant te kunnen oprichten. Hij gaat naar zijn werk toe. Dat is helemaal mooi. Uh, ik zal ook proberen. Want ik ben speels. Done. Ja, niet meer. Damn it. Nou, misschien, misschien kan het alsnog. Misschien kan ik alsnog voor promotie gaan. Anders een heel eind op weg. Laat ik dat gewoon proberen. Ik weet echt niet waarom jij trouwens een hele omweg neemt. Want als je dat nou niet had gedaan, was je wel speels naar je werk geweest. Ik vind het wel stom dat hij moet. Dat je eerst naar huis toe moet gaan. Dan ben je thuis. Daar pas op de stoep kun je naar, uh, kun je naar werk gaan. Hij is gaan werken. Mooi, laat ik ook gezellig doen met collega's aantikken, nog voor het te laat is. En daarna eventjes rekeningen betalen. Promotie! Ik ga altijd zo lekker. Mark is gepromoveerd tot verhalende verhalenverteller. Wow. Wow. Moet ik dat ook op, op mijn onderbroek abonneren? Verhalende verhalenverteller. Een verhaal... Oké, okay, het zal wel. Hij verdient nu uh, 48 sim per uur. Met een totaalbedrag van 115 per uur. Uh, uh, ik heb verder... Je hebt, een je hebt talentprijs. Ik heb een prijs gewonnen, jongens! Ik heb een prijs gewonnen! En ik heb heel veel monies. En voortaan moet ik op andere dagen gaan werken. Kan ik mijn feestje dan nog houden morgen of vrijdag? Ja, ik hoef nog maar drie dagen te werken. Die is nice. Die is very, very nice. Laat ik dan trouwens nog nu even met jou zeggen. We gaan eten. Want eigenlijk heb ik totaal geen tijd gehad voor werk. Ik, ben zo, ik was zo klaar met mijn werk. Ik had helemaal niet Voor je het wist, boem, ik had promotie. Ik had niks gedaan en boem. Ik had promotie. Het gaat zo. Zo goed is hij. Dat hij nu ook nog maar drie dagen hoeft te we, uh, werken. En het gewoon goed gaat. En mijn haar. Dat is wel nog irritant. Dat nog, wel, dat nog altijd. Dat moeten we nooit vergeten. Mijn haar zal voor de rest van mijn leven irritant blijven doen. Ga zitten, Mark. Je hebt. Vier stoelen, één computerstoel, een driezitsbank, zelfs zou je nog op de wc kunnen zetten. Je kunt hier nog vier plekken zetten. Je hebt zat zitgelegenheid. Gebruik dan een van die zitgelegenheden. Godverdomme zeg. Oké. Okay. Oh, ik was even aan het nadenken, wat ging ik ook weer doen? Oh ja, ik had een prijs. Ik had een prijs gewonnen jongens. Mama, ik heb een prijs gewonnen. Oh, wacht even eventjes hier. Dit, dit is mijn... Holy shit, ik heb al echt een dikke prijs gewonnen. Nou, dan zal ik hem eventjes hier zo neerzetten. En uh, dan zal ik ook eventjes... In dit beeld zal ik met Marky even een toespraak houden. Wacht even, laat ik dat weg doen. Zo... Nou jongens, uh, terwijl ik uh, pasta zit te eten. Ik uh, wil mijn moeder bedanken. Ik wil mijn vader bedanken. Ik wil mijn uh, broers of zussen, als ik die heb. Ik weet niet of Marie die heeft. Die wil ik ook allemaal bedanken voor deze prijs. En uh, ik, 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 uh, ik denk dat ik hem nog allemaal niet verdien. Uh, maar het is een. Uh, oh, ik word een beetje emotioneel van. Oh, ik, heb het, ik ben zo trots op deze prijs, jongens. Zo blij. Oh. En voor de rest wil ik. Uh, oh ja, zo, natuurlijk Zoe. Zoe moet ik ook nog bedanken. Eh? Ook al heeft zij nog niet. Zeg maar, zij is. Zeg maar, Ze kort mijn vriendinnetje. niet weinig te doen met deze prijs. Toch wil ik haar ook bedanken voor de prijs. Mooi! Heb ik dat ook weer gedaan? Heb ik ook weer gewoon een hoop lopen janken? Kan ik nu die prijs hier zo neerzetten? En oh, daar staat hij mooi. Ik vind hem echt mooi staan. Ik vind hem daar mooi staan. Hij stond al op play. Dus dat hoef ik niet meer aan te zetten. En dan kan ik verder dus eventjes... eventjes. Energiewerk bekijken. Energiewerk bekijken. Krijg ik er energie van. Van het kijken naar. Oh, wat mooi. Ja, ik word energiek hiervan. Cool. Nou, dan gaan we met jou eens eventjes wat, uh, wat, wat, wat push-ups doen. Gewoon even de energie gebruiken die je niet hebt, jongen. Gebruik die energie. Hop, 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 hop. Is dat Maat? Nee. Is Wie is dat dan wel? Ik herken hem niet. Kevin de Wet. Kevin, mag ik me even voorstellen? Mijn naam is Mac van MacTop Games. En uh, dit is Markyboy. En Markyboy is nu nog bezig met push-ups. Maar dan gaat hij nu mee stoppen om jouw hand te schudden. Zo stel ik me meestal voor. Daarom heb ik waarschijnlijk niet zoveel vrienden. Omdat ik me op deze manier, zo, uh, dit soort manieren voorstel. Hij blijft staan, hij redt nog niet weg. En hij heeft oorbellen in. Misschien leer ik daar wel iets van hem... Misschien heb ik sowieso aan je uiterlijk iets dat ik nu weet, wat ik normaal gesproken niet zou weten. Heb jij een vriend? <laughs> dat is wat ik denk. Als ik zo kijk naar hem, als ik hem zo wil praten, denk ik dat hij, zeg maar, vals zelfvertrouwen geeft. Waarom zou ik dat doen? Enthousiast zijn over interesses. Hij is echt heel energiek. Hij heeft even zijn prijs bekeken en hij denkt... Oh, wacht. Ben ik daar goed, jongen? Helemaal energiek en hyperactief. en Kan ik zo wel slapen dadelijk? Zie hem echt? Ik kan het niet bijhouden. Zoveel klik moet ik aanklikken. Hallo. Komt er ineens Nancy hier voorbij gerend. Kan je dat eventjes niet doen? Ik schrok van jou. Beroemdheden nadoen. Nu materiaal uitproberen. Ah, jij bent... Kon ik even niet... Je hebt een snob. Een snobby. En je snob. Jij bent dus rijke tata shit, allemaal, eh. Uh. Mag ik dan even weten wat jij voor werk doet? Even kijken, kijk, Wat voor werk doe jij? Gewoon, even gewoon gaan vragen zo van. Hey yo, uh, waar werk jij ook weer? Ja, oké, okay, cool. En dan ga ik slapen. Het is wel ter bedoeling dat ik, ondanks ik energiek ben, kan ik slapen. Dan lopen hier allemaal mensen voorbij. Ella! Dat is Ella! Hallo Ella! Hij is een crimineel? Hij werkt bij maffiavrouwen als crimineel. We hebben hier een crimineel te zien: Kevin De Wit, jongens. Uh, nou, uh, heel erg bedankt voor je gesprek, maar uh, crimineeltje, ik uh, ga heel eventjes zorgen dat men er heel goed op slot is. <laughs> zou je trouwens met criminelen... Ja, goed om te, dat jij gaat, heel goed. Maar zou je, als je met criminelen bevriend bent en je laat ze in je huis, zou je ze dan meenemen? Dat zou wel heel goed bij hun, zeg maar, hun als persoon passen. Ik weet niet of dat zo is. Laat ik trouwens met jou dan weer zorgen dat jij wel juist kleren. Zij wil langskomen. Het is midden in de nacht. Meid. Kom alsjeblieft langs. <laughs> Het is fucking midden in de nacht. En zij wil langskomen. Dan nou ben ik morgen vrij. Dus uh, weet je wat? Dat vind ik ook helemaal goed. Dat vind ik helemaal goed. Holy shit. Zij, zij komt gewoon in de hols van de nacht. Belt ze me wakker. Eén mag ik langskomen. Altijd. Zoe, jij bent altijd bij mij welkom, dat weet je, schat. Mwah, mwah. Jij bent altijd welkom, dat weet je. Jij weet dat je gewoon. Je mag maar ieder moment bellen. Misschien is er iets mis met haar. Even vragen. Even kijken, wat, wat is haar gemoedstoestand? Is zij verdrietig of zo? Of, of, of is er iets? Laat ik even vragen. Wat, wat is er? Waarom bel je mij in de midden van de nacht? Oh, ze vervulde zich. Oh. Ja, maar daar kan ik wel wat tegen doen. Wacht maar eventjes hoor. Oh, daar kan ik wel... Als jij je verveelt, dan moet jij inderdaad naar mij toe komen. Want bij mij is het nooit vervelend of saai of weet ik voor wat. En weet je wat, laat ik haar vragen of ze ook meteen blijft slapen. Dan hoef ik er ook niet dadelijk nog naar huis te sturen. Want ik moet meteen eigenlijk wel gaan slapen, meid. Zeg maar, je weet wel, het is midden in de nacht. Ik weet iets. Oh, wacht. Ik zie trouwens iets staan. En dat doet mij er ineens aan denken. Dat ik wel iets weet waarmee ik ervoor kan zorgen dat zij zich in ieder geval niet verveelt. En dan kan ik alsnog gewoon naar mijn bed toe. Want het is wel de bedoeling. Wacht, dat staat niet bij vriendelijk. Wat zoek ik bij vriendelijk? Dat staat hier. Oh, ze verveelt zich al niet meer. Oh, zo meteen al helemaal niet, meid. Want ik moet toch gaan slapen. Dus. Ja, zeg maar. Kom maar eventjes jij met mij mee naar mijn bed toe. Zodat ik daarna gewoon weer. Door kan slapen. Vind ik wel leuk. Zij kwam even langs. ze verveelde zich. En... Ja. Daar heb ik het perfecte... Daar heb ik de remedie voor. De remedie voor verveling. Tada. <laughs> ik, ik vind het wel apart dat ze me midden in de nacht belt. Oké. Okay, dat heb ik nog niet meegemaakt in de game. Dat bedoel ik met dat het raar is. I get it. Ze verveelde zich. Maar... Het is een... Maandagavond of nacht. En zij denkt om 1 uur. Ik verveel me. Laat ik mijn vriendje bellen. Kijken of ik langs kan komen. Mag. Mag van mij. Maar het is wel een beetje iets wat ik nog nooit in de game heb meegemaakt. In ieder geval. Nog nooit in de game meegemaakt. Maar goed. Hey. Boodycall. Vind ik altijd goed. En dan uh, al helemaal. Als de boodycall gewoon naar mij toe komt. Dat ik niet naar haar toe hoef te komen. Dat vind ik een perfect. Een perfecte boodycall. Laat ik trouwens nog een. Nee, wat, 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 ho, 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 wat zijn we hier aan het doen? What the fuck? Ineens is hij wakker. Zou je dat even niet kunnen doen? Ik vroeg alleen of jij wilde stoppen met het omkleden, zodat ik met jou ga douchen dadelijk. En ineens heeft hij... Wow, zag je zo'n hongerbalkje? What the fuck is er met deze game aan de hand? Had hij deed eventjes zo'n voed voedingsbalkje naar... Woop, weer terug naar voren. I don't know why. I have no idea. Ik heb hier nog zat eten allemaal. Dus ik hoef voorlopig goed, nog niet te koken. Maar laat ik eens pannenkoeken gaan maken. Want die zijn, bakken, want die zijn eerder gemaakt. Ze zullen ook eerder eens over datum gaan. Maar ik, ik eet ze niet. Ik eet ze te weinig in ieder geval. Nou, dat, dat was ineens onverwacht een hele leuke avond. <laughs> ik eh, had die echt niet verwacht. Ik, ik zit echt te denken. Ervan. Heb ik dat echt nog nooit meegemaakt? Ik, 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 ik kan me niet erin, dat ik überhaupt ooit iemand heb gehad die naar mij belde. Hè? Van: hé, hey, wil jij eventjes. Uh, kan, kan ik even langskomen? Midden in de nacht. Dat heb ik bij zover ik weet nog nooit meegemaakt. Maar dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Mijn haar doet nog altijd irritant. Ik, ik loop echt gewoon afleveringen lang. Al de hele tijd haar zo uit mijn gezicht te halen. Zo, en iedere keer valt het een beetje terug. Hier weer. Dit plukje. Dit plukje. Dit plukje. Jij. Moet even eventjes. Zo blijven zitten. Weet je wat, dan blijf je zo zitten, kut haar. Dan doe je het toch lekker, kut, kut haar. Ik mag je niet, uh... Oké, okay. laat ik trouwens hierna eventjes pa uh, koeken pakken. Dat ik eerst even, eerst even ga poepen. Eerst even poepen. Je moet wel in de ochtend eventjes je ochtendpoepje gedaan hebben. En daarna kunnen eten. Zij heeft een leuke droom. Ik heb haar hele nacht goed gemaakt ofzo. Ze verveelde zich. Ze komt langs en uh, nu loopt ze te giechelen in mijn bed. Iemand broedelijk omhelzen gaat nog vast gebeuren. Want uh, vandaag. Ja, ik zou vandaag in principe. had ik van plan het feestje te doen op de dinsdag. Maar Jan kan vandaag niet. Jan kan vandaag niet. Ik weet trouwens niet of de rest allemaal woensdag wel zou kunnen. Uh, Kevin is een crimineel. Dus die werkt alleen maar midden in de nacht. wat ik zeg, jij moet vandaag werken. Jij werkt trouwens als muzikant. Oké, okay, je bent dus geen grappen maken. Je bent een muzikant. Hoezo? Nee! Wie zijn jullie? Waar komen jullie vandaan? Jullie staan hier. Deze game soms, ik zweer het je. Het is echt zo'n buggy game soms, hè. In ieder geval, kijk, Maarten, werkloos. Zoe werkloos. Jan heeft wel werk, maar moet zeg maar vandaag gaan werken. Waardoor ik, als ik vandaag het feestje doe, eh, uh, smiddags. Wat ik eigenlijk wel van plan was. Dan is hij op dat moment aan het werk. Dus dan moet ik hem van zijn werk halen. En ik weet niet of dat werkt. Ik denk dat dat wel zou kunnen werken. Hmm. Misschien dat ik dat doe. Want ik wil niet pas om 9 uur mijn feestje hebben. Maar voor de rest heb ik dan, als ik van plan... De, de, de drie huisgenoten van, van dingen uit te nodigen. Mitchell, Kevin en Jay. De huisgenoten van Zoe. Maar van hun weet ik geen werk. Wat als het dan ook weer wel een beetje maakt van... Ja, ik weet niet of ik dan hun dadelijk wel van hun werk afhaal. Maar nou, ik denk dat ik toch maar gewoon zeg van... You know what? Ik krijg iets. Ik krijg gewoon mijn feestje vandaag. Doen. Vandaag komt het feestje. Niet vandaag in deze aflevering. Maar wel vandaag op de dinsdag in de Sims-wereld. Uh, in de tussentijd zal ik toch nog altijd, trouwens, uh, Riddels moeten schrijven. Nou, dat ga ik dan eventjes ook gewoon doen. Uh, kom die Riddle perfectioneren. Laat ik dat doen met de korte. Laat ik die eventjes perfectioneren. Want blijkbaar, als ik die heb opgetreden, kan ik ze daarna beter maken. Laat ik dat in ieder geval gaan doen, ik weet niet of dat dan hier ook telt als, uh, als, als uh, eentje schrijven. Zo niet, ja dan, ja maar dan. Maar dan ga ik het in ieder geval wel bij deze aflevering laten, wanneer Zoe ook net wakker wordt. Vond je deze aflevering nou leuk? Vergeet dan niet dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden, ze gaat alweer naar huis. Oké, okay, hé, hey, jij gaat je lekker opmaken voor het feestje. Um, later, volgende aflevering, zeg maar later deze dag, komt dat. Uh, veel succes thuis met die mannen. Vergeet ze ook niet mee te nemen. Oké, okay. dan ga ik jullie bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Vond je deze aflevering leuk? Vergeet er niet duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal en hier beneden. Laat nog een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie de volgende keer weer bij een nieuwe The Sims 4. Is het tot de volgende keer. Later, doei.